En ik wil wegrijden, maar er komt een tegenligger. Dus ik moest heel dicht langs een paaltje. Op het moment dat ik er langs rijd... Goedemorgen, het is woensdag en het is zo donker buiten, het gaat helemaal los, het onweert zo verschrikkelijk hard de hele tijd. Het is gewoon niet leuk deze ochtend. Ik ben snel mijn spullen aanpakken, ik moet zo de deur uit. Wat heb ik vandaag aan? Deze top van Kermillen geloof ik. Broek van Partout. En mijn sneaker wedges. Na gisteren kan ik helemaal weer bijna niets aan. Dus dat is weer top. En dan gaan we ons te regen en het onweer inwagen zo. Net was ik... Ik had Sarah naar school gebracht. En ik rijd weg. En het was echt mega druk. Volgens mij dacht heel Nederland. Ik ga vandaag met de auto naar school. En ik wil wegrijden. Maar er komt een tegenligger. Dus ik moest heel dicht langs een paaltje. Op het moment dat ik er langs rijd, hoor ik keihard geluid. Dus ik schrok me zo rot. En ik dacht echt, oh, naar een paaltje geraakt. Maar het was gewoon echt precies de donder die insloeg. En die zo verschrikkelijk veel herrie maakte. Maar echt mijn hart, die zat tot hier. Maar gelukkig was er eigenlijk niks aan de hand. Maar echt, adrenaline dan, niet normaal. Ik heb wel nog even heel veel fruit gehaald. Ik had al druifjes gehaald. Ik heb wilde perzik gehaald. Ik heb zo van... nectarines gehaald en wat andere dingetjes. Helaas zijn deze altijd alleen nog niet gelijk rijp. Dus het duurt nog even voor ik ze kan eten. Eindelijk schijnt de zon weer. En daar ben ik zo blij om. En ik moet zo naar school nog even een theetje ervoor. En ik wil natuurlijk alle ongezonde dingen de deur uit. Dus dan moet ik het maar opeten. Ik ben wel trots op mezelf, want ik heb er niet in één dag opgegeten. Dit is de derde dag dat ik van mijn reep ga eten. Dus doe ik toch wel iets goed. Het is nu echt stralend lekker weer en we zijn naar huis aan het wandelen en dan gaan we even eten en dan ga je lekker naar ballet en streetdance. Vandaag zeggen het allebei. Ik ga geen streetdance. Nee, wil je toch niet? Nee. Nee, het hoeft niet. Je mag nog een les inhalen, dus je kan streetdance als je wil. Als je niet wil, dan doe je gewoon je ballet. Met Mila spelen. Nou, ik weet niet eens of die er is vandaag. Moeten we even kijken. Want het is geleefd naar de bingo. Ik weet het niet. Ik heb het er niet gevraagd, dus ik weet het niet. En dan weer in de auto onderweg naar ballet. Dat vind ik altijd wel heel leuk, want Sarah is dan lekker aan het sporten en heeft naar zijn zin. Naar haar zin. En ik heb hele gezellige mama's met wie ik dan zit, dus voor mij is het ook altijd wel een mega relax momentje. Ik heb allemaal smaakjes thee mee, want we hebben meestal ook een theehuurtje, zeg maar. Dus dat komt helemaal goed. En het is weer later en Sarah ligt op bed en het gaat gewoon weer beginnen met onweren. En ik hou niet van onweer. Maar gelukkig zit ik binnen. Buiten, ik hou echt niet van naar buiten gaan als het onweert. Ik ga even snel de vlog van gisteren editen en even thee drinken. Sorry. Nou, het is eindelijk rustig weer en... nu even 3 dagen geloof ik wat slechter weer en daarna wordt het echt volop zomerweer. Dus dan moet echt het zwembad te staan. Dat is zo lekker ook als je dan uit school komt of wat dan ook. Je hebt even niks, gewoon heerlijk afkoelen. Het is laat dus ik ga lekker slapen. Ik hoop dat het nog een beetje een leuke vlog is geworden. Ik heb echt niet echt heel veel idee wat ik vandaag gefilmd heb. Het was ook echt gewoon een hele standaard dag, zeg maar. Niks bijzonders en alleen maar vervelend onweer. Dus ja, nu naar bed. Tot morgen.